Hoi iedereen, welkom bij de Let's Play van Lommel SK, de deel 2. Ja, ik had gezegd dat we terug gingen komen bij de oefenwedstrijd, de wedstrijden tegen Dessel Sport en tegen AZ. Hier zijn we dan. Wat we eerst gaan doen is kijken naar de transfers die gebeurd zijn en naar de nieuwe jongens in de ploeg. Dus ja, de transfergeschiedenis. Want zoals je kan zien, nog niet iedereen is gekocht. Maar sinds laatst, degene die we gekocht hebben is Robin. Eerst Jill Maheur van Afligem. Een West-Vlaming die ja, bij Afligem in de. Ja, in de lagere in provincie West-Vlaanderen heeft gespeeld. En hij is redelijk goed als verdediger. Zeker uithouding. Hij kan zeker nog verbeteren. Zit ook bij de Lommel SK onder 21. Maar kan denk ik wel heel goed doorgroeien. Ook al zegt zijn potentie niet echt. Maar voor ons niveau denk ik wel. Dan hebben we ook Robin Lathouwers, een Nederlander bij AZ weggeplukt. En echt een hoge potentie. Ook de stats zijn echt goed. En hij kan spelen op de rechtsachter. Dus daar hadden we zeker nog mensen nodig. En daar hebben we ook mensen gehaald. Een andere rechtsachter die we gehaald hebben. En hij kan ook links spelen, is de Irakees. Albir Mustafa. Hij komt over van een vrije transfer en heeft bij Spouwen, MVV en Lierse gevoetbald. Dus en nu voetbalt hij voor ons. En we hebben ook nog Ethan Hazard gehaald. Geen familie van Eden Hazard en Torgen Hazard. Maar het is ook wel een Hazard. Hij zit momenteel bij de onder 18 van Lommel SK. Kan hem beter worden op termijn, denk ik. Ja, maar we moeten dat nog zien. Dus het is wel iemand voor in de oog te houden. Dus en het is iemand voor op het middenveld. En dan hebben we ook Jacob Kilmartin. Een Togaan van Togo. En ja, die hebben we gehaald voor op het middenveld. Niet echt iemand die de eerste ploeg gaat halen, denk ik. Want hij zit ook in de 121. Maar ja, je weet nooit hoe dat zo'n jongen kan zich ontwikkelen. En ja, hij is voor het middenveld, dus altijd een backup is nooit kwaad. En hij komt rechtstreeks van Togo via een vrije transfer. En dan hebben we ook nog Lucas Geurde gehaald, een Belg. En die speelt op het middenveld ook. Dat is een backup voor de middenvelders. Zoals je ziet, de stats zijn over het algemeen goed. Op uithouding kan hij nog beter leren, maar daar is hij nu mee bezig. En hij komt over van Eupen. En hij heeft een hoog potentie gehalte, dus ja, het is zeker iemand die nog in het team kan komen. Gaan we zien, hebben we iemand verkocht? Nee, we hebben wel hier Koki Saito op huurbasis laten gaan naar Kawasaki Frontal in zijn eigen land, in Japan terug. Dus, ja, hij wou op huurbasis, dan hebben we dat ook toegestaan. Voor de rest is er niet echt veel veranderd. De ploeg is over het algemeen hetzelfde gebleven. Alleen Glenn Neven is naar de bank verhuisd. Onze aanvoerder. En, ook Thomas Vetkauskas is ook naar de bank verhuisd voor Jari de Busser. Dit is nu de ploeg die het ook gaat opnemen tegen tegen Tessel Sport. Wat gaan we nu ook gaan doen. Het kan zijn dat je in het begin niet geluid hoort. Maar dat komt goed.
Eens dat de game gestart is, we gaan wel opslaan. En we gaan eraan beginnen tegen Texel Sport. Zou eigenlijk een makkelijke overwinning moeten worden, maar ja, Texel, dat is nog wel een stevige ploeg, dus je weet nooit. Even op pauze. Dan met de geluiden aan. Zo, nu hoor je wel geluid. En ja, het gaat gelijk op. Momenteel. We zijn wel iets de betere ploeg op dit moment. Hoi iedereen, welkom bij de Let's Play van Lommel SK, de deel 2. Ja, ik had gezegd dat we terug gingen komen bij de oefenwedstrijd, de wedstrijden tegen Dessel Sport en tegen AZ. Hier zijn we dan. Wat we eerst gaan doen is kijken naar de transfers die gebeurd zijn. En naar de nieuwe jongens in de ploeg. Dus ja, de transfergeschiedenis. Want zoals je kan zien, nog niet iedereen is gekocht. Maar sinds laatst. Degene die we gekocht hebben is Robin. Nee, eerst Jill Maheur van Affligem. Een West-Vlaming. Die ja, bij Affligem in de. Ja, in de lagere in West-provincie West-Vlaanderen heeft gespeeld. En hij is redelijk goed als verdediger. Zeker uithouding. Hij kan zeker nog verbeteren. Zit ook bij de Lommel SK onder 21. Maar kan denk ik wel heel goed doorgroeien. Ook al zegt zijn potentie niet echt. Maar voor ons niveau denk ik wel. Dan hebben we ook Robin Lathouwers. Een Nederlander. Bij AZ weggeplukt. Echt een hoge potentie. Ook de stats zijn echt goed. En hij kan spelen op de rechtsachter. Dus daar hadden we zeker nog mensen nodig. En daar hebben we ook mensen gehaald. Een andere rechtsachter die we gehaald hebben. En hij kan ook links spelen. Is de Irakees. Albir Mustafa. Hij komt over van een vrije transfer en heeft bij Spouwe, MVV en Lierse gevoetbald. Dus en nu voetbalt hij voor ons. En we hebben ook nog Ethan Hazard gehaald. Geen familie van Eden Hazard en Thorgan Hazard. Maar het is ook wel een Hazard. Hij zit momenteel bij de onder 18 van Lommel SK. Kan hem beter worden op termijn, denk ik ja, maar we moeten dat nog zien. Dus het is wel iemand voor in doog te houden. Dus en het is iemand voor op middenveld. En dan hebben we ook Jacob Kilmartin, een Togaan van Togo. En ja, die hebben we gehaald voor op middenveld. Niet echt iemand die de eerste ploeg gaat halen, denk ik. Want hij zit ook om in de 121. Maar ja, je weet nooit hoe dat zo'n jongen kan zich ontwikkelen. En ja, hij is voor het middenveld, dus altijd een backup is nooit kwaad. En hij komt rechtstreeks van Togo via een vrije transfer. En dan hebben we ook nog Lucas Geurde gehaald, een Belg. En die speelt op het middenveld ook. Dat is een backup voor de middenvelders. Zoals je ziet, de stats zijn over het algemeen goed. Op uithouding kan hij nog beter leren, maar daar is hij nu mee bezig. En hij komt over van Eupen. En hij heeft een hoog potentiegehalte, dus ja, dat is zeker iemand die nog in het team kan komen. Gaan we zien, hebben we iemand verkocht? Nee, we hebben wel hier Koki Saito op huurbasis laten gaan naar Kawasaki Frontale.
In zijn eigen land, in Japan, terug. Dus ja, hij wou op huurbasis, en hebben we dat ook toegestaan. Voor de rest is er niet echt veel veranderd. De ploeg is over het algemeen hetzelfde gebleven. Alleen Glen Neve is naar de bank verhuisd. Onze aanvoerder. En ook Thomas Vetkauskas is ook naar de bank verhuisd voor Jari de Busser. Dit is nu de ploeg die het ook gaat opnemen tegen Texel Sport. Wat dat we nu ook gaan doen. Dus het kan zijn dat je in het begin niet geluid hoort, maar dat komt goed. Hoi iedereen terug. We zijn aan de tweede wedstrijd teruggekomen. Van de tweede oefenwedstrijd tegen AZ. En ja, we hebben ook een hele lastige blessure voor Kevin Kiss. 3 tot 5 weken afwezig. Dus hij mist sowieso al de eerste wedstrijd van de eerste wedstrijden van het seizoen. En hij was wel iemand die we echt konden gebruiken in de verdediging op linksachter. Maar het is nu zo. We gaan nu spelen tegen AZ. Dat is een Nederlandse eerste klasser, waar dat we wel een hopelijk een gelijkspel, zelfs een winst hopelijk tegen kunnen behalen. Zeker als we thuis spelen. Maar ja, we zien wel. Dus en dan ga ik zo meteen ook de ploeg overlopen die tegen AZ gaat starten. Dus AZ sowieso al een hele goede kandidaat voor in de top 5 te eindigen in Nederland, waar dat ze meestal ook spelen. Dus hier komen we aan de ploeg. De ploeg die het gaat opnemen tegen AZ is Svetkauskas in doel. Links van achter Van der Smissen. Centraal is het Buitens en Laurent Lemoine. En rechtsachter Mustafa, de Irakees. Dan verdedigende middenvelder is het voor Diego Rosa, de Braziliaan. Die gehuurd is van Man City. Dan hebben we Vinicius Souza. Die overgekomen is van Flamengo in Brazilië. Ook een jonge speler, 21 jaar, op middenveld. En daarnaast de Belg Geurde. Lucas Geurde, die overgekomen is van Eupen. En dan op links. Vooraan is het Ayampong. Dan Gabriel Lemoine, de broer van Laurent, op rechts voor. En in de spits is het Mohamed. De speler die gehuurd is van de Ghanese die gehuurd is van Manchester City. Dus we gaan nu nog even opslaan en dan gaan we eraan beginnen. Die dan Glen Neve wel op de bank zit, zeker? Jawel, hier. Oké. Hopelijk doen we het nu beter dan tegen Texel Sport. Maar het gaat er sowieso al een moeilijke wedstrijd worden tegen AZ. Maar ja, je weet nooit dat je goed kunt. Ja, uit de dag van de dag komen. Het is en blijft voetbal. Het is een oefenwedstrijd dus. Het is nu vooral de spelers leren kennen, elkaar laten leren kennen. Dus ook, want ja, na deze wedstrijd begint het seizoen. Dus dan moeten ze er echt staan.
Momenteel nog altijd niks. Wel een blessure voor Vinicius Souza, wat minder is. We gaan Kolbeinn Torgersson erop zetten. De jonge IJslander. Dus we gaan zien. Hopelijk is Souza niet te lang uit. Gabriel Lemoine. Oeh. Momenteel nog geen goals. Ook AZ komt niet aan doelpogingen. Momenteel nog altijd een 0-0 in deze oefenwedstrijd. En daar gaan we ook mee rusten, ook met een 0-0. Scoren tussen Lommel SK en AZ Alkmaar. Ja, ik laat voor deze wedstrijd de ploeg staan, want is waarschijnlijk de ploeg ook die gaat starten. Misschien één of twee wissels, maar ik denk het niet. Dus maar momenteel gaat het gelijk op. We hebben wel meer balbezit, maar ja. We moeten het ook kunnen omzetten in kansen en dat is meestal moeilijk. Lemoine. Oeh, wat een goed schot, maar niet beloond. We zijn wel de betere ploeg. Ja, en daar is dan de eerste goal van de wedstrijd van Gabriel Lemoine. Onze rechtsbuiten, die hem er mooi binnenkopt, voorbij Verhulst. Dus het is 1-0 voor Lommel SK in deze oefenpot. En Lommel SK domineert AZ. Ook dat had ik wel niet verwacht. Ik had eerder alles erom verwacht dat AZ ons ging domineren. Maar ik denk niet dat ze met de sterkste ploeg spelen. Kan verkeerd zijn natuurlijk, maar ik denk het niet. Momenteel gaat het goed. We zijn bijna aan het einde van de wedstrijd. Nog 30 seconden. Dus ja, dan zijn we er. En we winnen tegen AZ Alkmaar. Goede prestatie van onze spelers. Nu gaan we eens zien hoe lang dat. Souza geblesseerd is. 4 weken tot 2 maanden. Dat is ja lang. 4 tot 6 weken. We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Ook eens kijken, want ik wou eens kijken naar de doelman. Is dat nu? Nee, dat is een Nederlander. Hobby Verhulst een andere, dus is niet Davino. Ik dacht. Oké. Maar ik denk niet dat ze met de sterkste ploeg speelden. Wat dat we gaan doen is even doorskippen naar de eerste wedstrijd van het seizoen tegen RWDM. Die kunnen we nog doen. Of gaan we die voor de volgende. Nee, we gaan die houden voor de volgende aflevering. Dan starten we het seizoen tegen RWDM en Stryn United. Al meteen twee stevige ploegen. En hopelijk kunnen we daar zeker van winnen. Zeker tegen Stryn en. Zeker tegen RWDM en Stryn. Misschien een gelijkspel. Maar ja, we gaan zien. Ik wil jullie dus nu bedanken voor het kijken. En vergeet zeker Twitch niet. Vrijdag, zaterdag en zondag tussen 8 en 11 stream ik voetbalmanager met Derby County.
Ja, en daar gaat het al wat beter sinds vorig weekend. Want we zijn uit het slop. Oké, we staan nog wel beneden. Maar we beginnen toch al wat meer te winnen. En dat is positief. Dus ik zou zeggen, hou jullie goed. En dan zie ik jullie bij de volgende aflevering. En ja, zou ik zeggen, peace out.